De laatste keer dat Sparta thuis wint van Heracles is maart 2017. 3-1. Sanusi en twee keer Poesies. Nu wellicht de eerste mogelijkheid. Ja, want die bal wordt ook nog van richting veranderd. Nou, werd het een bijna onbestuurbare bal voor Blaswieg. Maar die hoeft er uiteindelijk niks aan te doen. De inzet van Rai, aangeraakt door Prup. Smeets. Nou, de hoekschop van Rai. Smeets, dit is... Zo lijkt het toch wat gevaarlijker, maar Matthij kan er niet bij. En Ach ook niet. Heel veel kansen gecreëerd in dit seizoen ook weer, Smeets. Maar er zit iets merkwaardigs. 9 wedstrijden creëren die 23 kansen. Maar de laatste 5 wedstrijden, het is allemaal nagekeken, slechts 2. Dus... Mauro Junior. Voor het doel Dessers. Breukers is daar ook, want die maakte die rust. Met buitenkantje gegeven en dan met 1 hand. Haroes die niet helemaal, denk ik, weet waar hij precies staat en hoeveel ruimte en tijd hij had. Het was een nogal paniekerige ingreep. Niet helemaal nodig op de inzet van Osman. Dit is Tsibora. Breukers. En weer de nodige mensen die ertussen zitten en met de hand. Zegt Osman in ieder geval. Ja, ik zou hier ook zeggen. En door. Frinks. Achter gezocht. Prupper springt mee. Rai. Met 2 vuisten Blaswieg. En dan heeft hij geluk dat de bal daar niet voor een Spartaan terecht komt. Dessers. Die is alleen moet even wachten. Krijgt hulp. Osman. Rechts is Mauro Junior. Links is Depp dos Santos. Het gaat naar Mauro Junior. Osman. Ligt nog eens een speler van Heracles op de grond. Dus daar is nu het kijken naar. Is dat Dessers? Ja, Dessers. En hij krijgt daar geel voor. Hier is al een tikje, dan is een tweede tik. Jurgen Matthij. Merkel. Mauro Junior. Doorgelopen is Merkel. Dessers, Mauro Junior. En Depp dos Santos. Osman. Ja. Rahi laat het been hangen. Dat levert Heracles een aardige positie op. Osman. Osman. En een geweldige redding ook van Haroes. Prima in de hoek geplaatst. Mohamed Osman. Nou ja, het had wat verder naar de hoek gekund, maar niet verder onder de lat. Dat is mooi. Gegooid door Fai. Haroui met wat ruimte. Niet onaardig. Lastig. Dat is goed gehoopt. Depp dos Santos. Tsibora mee. Een hoekschop. Komen ze ook. Doelman blijft staan. Ja, dat heeft dus wel zin. Het werd in ieder geval gevaarlijk. En een hoekschop aan de andere kant. Prupper. Kjomutsoglu, daar komt de bal bij Prupper. Goede aanname, een goede poging. Al is het vanuit die hoek natuurlijk wel erg lastig om een doelman te passeren. Hoekschop nu wel weer kort genomen, maar dan toch uiteindelijk lang. En dan heeft het wel zin. Weer Prupper daarbij. Nu komt hij over. Sparta met rouwbanden.
En in de 63e minuut staan we stil bij het veel te vroeg overlijden van Pim Verbeek. Spartaan in hart en nieren. Prupper had grootse plannen, maar miste het belangrijkste, de bocht. En nog een keer. Bal gespeeld, maar de tackle is ferm. En in de ogen van Martens, die van grote afstand moet overkomen, is het ook een gele kaart. Voor Osman. Awazar. En daar komt Osman. In Engeland zouden ze hier om lachen. Daar is het eerbetoon aan Pim Verbeek. Die eind november, 28 november, op 63-jarige leeftijd dus overlijdt. Dit is zijn jongere broer Robert. Eén keer speelden zij samen in het eerste van Sparta, Robert en Pim. Een uitwedstrijd tegen Go Ahead. En bij iedereen die spreekt over Pim Verbeek, hier dus broer Robert. Wat een goed, lief en aardig innemend mens. Aardig moment. Werd ook wel een keer tijd. Smeets krijgt nog een keekie. Fai. Fai doorgelopen, maar daar is het druk. Daar valt Fai en Martens wuift het weg. En Fai weet zelf ook wel dat het een kansloze valpartij was. Behalve keihard werk komt Sparta niet tot echt veel grootste dingen. En Heracles al helemaal niet. Daar stoomt Cibora regelmatig op aan de linkerkant. Wordt dat nu dan misschien een mogelijkheid? Verdient te winnen dan de thuisclub. Duarte. Aardige actie van Didoy Duarte. Dat levert een hoekschop op. En dus ook de opkomst van Vriends en Matthij. Doelman blijft staan. Voor de lijn, bal weggehaald. Kopbal van Matthij. Mauro Junior. Voorbij aan Fai. Ja, dit is aardig geprobeerd, maar van zover en ook eigenlijk zo zonder veel vaart. Dat met één handje het al geregeld kan worden door Arouche. Fai. Dessers komt zijn moment dan toch op zijn verjaardag. Nee, nu niet in ieder geval. Makkelijk verdedigd door Bart Vriends. Pirou, ook de bal snel kwijt. Smeets kijkt. Duarte. Duarte. En Fai. Aardige bewegingen, Blaswieg en dan Smeets. Komt er nog een herkansing, komt er dan ook een doelpunt? Nee, oh. Ja, dat is een beetje te laat om die nu te gaan strikken. Het was toch wel dé mogelijkheid. Eerst Fai die hier erdoor gaat aan de linkerkant. Blaswieg en je vuist, dan eerst Smeets. En dan Ache, die moet toch minstens op doel zijn. We gaan richting de extra tijd. Een minuut of drie schat ik zo. Weer de ramp van Pruppen komt bij Dessers. En dan Konings, Dessers. En een rode kaart. Martens met een rode kaart.
Zeer snel getrokken. Ja, dit is een rode kaart. In de ogen van Martens. Ja, die moeten dan af. Valt de bal nog een keer goed voor Sparta. En dan is het klaar hier op het kasteel. Eindigt Heracles met een man minder. Er ging veel mis op het kasteel.